Goedendag, ik ben Sven van de Sophomore Jinx. Van de band, dus de Sophomore Jinx dus. Bestaande sinds 2007. We zijn nu ongeveer een jaar goed bezig aan het repeteren en aan het spelen samen. Ik ben de oorspronkelijke beginner van de band. Langzaamaan zijn er Kevin, Casper en Jeroen bijgekomen, dat zijn mijn bandleden. Het laatste jaar hebben we al verschillende zaken gedaan. We hebben meegedaan aan een aantal concours. Waar we een aantal mooie resultaten behaald hebben, onder andere bij Vibe On Air hebben we gewonnen. Vorige maand hebben we ook een eerste single gelanceerd, dat was de Off The Rails, heet die. Die is toen ook opgepikt door Studio Brussel, dus dat is een mooie start. En vanaf volgende maand komt daarvan de eerste videoclip uit. Sven is eigenlijk de master jinxer van de groep. Het gaat eigenlijk vooral de songs, vooral de basistracks van de liedjes, die we dan de repetitie dan uitwerken. Casper is de enigste drummer van de, wat ik ken eigenlijk, dat met zijn ellebogen kan drummen. En dan Kevin is de jongste. Dat is eigenlijk het geheime recept in de keuken van de Jinx, van de Sophomore Jinx. Eentjes voederen is heel leuk, maar het heeft soms ook zijn nadelen. Wanneer de eentjes niet zelf meer achter voedsel hoeven te zoeken, vervelen ze zich heel vaak. Doordat ze zich vervelen, vallen de mannetjes eten tijdens de broeitijd, vallen ze de vrouwtjes eten vaak lastig. Daardoor kan het soms ook leiden dat de vrouwtjes eten verdrinken. De uitwerpselen en de eenden aan de... Jinx is eigenlijk wel vier goede kameraden geworden. Dat was ook wel nodig, denk ik. En je bent dat ook wel een beetje te horen, denk ik, in de muziek. Je bent wel wat beter en wat fijner op elkaar ingespeeld. En humor is super belangrijk bij ons. En dat is ook wel nodig, want de zondag dat is zo onze vaste repetitiedag. En er zijn al wat ochtendrepetities geweest. En als er dan niet zo wat kan gelachen worden, dan blijft dat niet duren ook niet natuurlijk. Hè. Allemaal complementair. En dat marcheert. Meer valt er eigenlijk niet over te zeggen. Hoe zijn ze nou? We zijn een beetje verdwenen. Ja, we zien jullie dan wel op de belofte.